En die elfjes die hielden heel, heel veel van kinderen. En daarom vonden ze niks leukers dan op kindjes te passen als hun... Als papa en mama gingen werken... Ah, voilà. En dat ging een tijdje goed, totdat ze merkten dat hun elfenburcht veel te klein geworden was voor zoveel kindjes. Dus was het tijd om op zoek te gaan naar een grotere plek. En de elfjes die gingen naar het oosten en vroegen daar of iemand toevallig een goede plek wist om alsjeblieft een kinderopvang te kunnen openen. Maar nergens vonden ze een huis dat... Dat goed genoeg was. Nergens. Dus gingen de elfjes op tocht naar het zuiden. En in het zuiden is het lekker... Warm. Ja. Maar toch vonden ze nergens een mooie plek om een kinderopvang te maken. Maar de elfjes gaven de moed niet op. En ze vlogen helemaal naar het... Westen. En ze zochten en ze zochten. Ze spraken iedereen aan, maar nergens konden ze een mooie plek vinden. Dus vlogen de elfjes naar het noorden. Maar halverwege kwamen ze terug, want in het noorden... Het was veel te koud. Dus de elfjes vlogen licht ontmoedigd terug naar de elfenburcht. En ze dronken een kopje thee om even bij te komen en na te denken over hoe het nu verder moest. Tot opeens de telefoon ging. Hallo? Hallo? Iemand had een anonieme tip over een plek, de Koesterburcht, die de elfjes ideaal zouden vinden om hun droom te doen uitkomen. Dat is hier in Tildonk. Zeg de elfjes, fantastisch. Ja? Maar het is wel een probleem. Oei, een probleem? Wat voor probleem? Er woont een beer. Oh, een beer? Ja, een beer. Dus de elfjes, ja. Een secondje, ik zoek mijn tekst. sorry. Dus de elfjes dachten even goed na. Maar ze raapten toch hun moed bij elkaar en zo kwam het dat ze de volgende dag hun stoute schoenen aantrokken en op weg gingen naar de Koesterburcht. Ze kwamen daaraan en ze waren natuurlijk een beetje bang van de beer die daar woonde. Dus dat ging ongeveer zo, denk ik. Hallo? Oh, oh, oh. Echo. Meneer de beer! En dan hoorden we... Wie is daar? Achter in de grot hoorden we het grommelen en de twee elfjes antwoorden. Wij zijn het, meneer. De elfjes. Ik kijk geen elfjes. we hebben een vraag voor u, meneer de beer. Ik heb een probleem. Nee. Ik heb geen idee. Hij heeft geen tijd. Geen tijd. Maar meneer, het is ik weet niet hoe belangrijk. Het gaat over kleine kindjes. Nee, het zijn kleine kindjes. Kleine kindjes. Ja, zoals Helena. De elfjes legden uit dat hun elfenburcht veel te klein geworden was. En dat de Koesterburcht een ideale plek zouden zijn. Dus de beer dacht diep na. En dan zei hij... Oké, op een voorwaarde. Ja, op één voorwaarde. En de elfjes vroegen zich af wat die voorwaarde dan zou kunnen zijn. Ik wil hier blijven wonen. Ja, hij wil daar blijven wonen, maar ja, een beer... In een kinderopvang, dat is toch helemaal geen goed idee? Dus ze dachten goed na, maar ze gingen toch stapje voor stapje dichter in de richting van het geluid die de beer maakte, tot ze hem plots zagen. En ze zagen dat de Koesterbeer een teddybeer was. Maar jij bent helemaal geen gevaarlijke beer. Nee. Hoera! Hoera! Hoera en hoera en hoera. En zo werd het een fantastisch feest dat je tot in Leuven kon horen. En zo komt het dat de Koesterbeer de post van opzichter kreeg. En iedereen...
liefde, nog lang en gelukkig! Yeah.